so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En jeetje, wat is het lang geleden. Druk, 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 druk en nog eens druk met van alles en nog wat waar ik jullie niet mee lastig ga vallen. Maar vandaag heb ik niet één, maar twee metaaldetectors bij me. En ik ga een beetje afwisselen en ik ga gewoon lekker zoeken. Mijn eerste vondst is een lepel. Een lepel. Ik ga er heel lang over praten, maar het is gewoon een lepel. Het gekke is met deze hobby dat je nooit alles gevonden hebt. Het is zo zwaar als lood, het glimt als zilver en er staat volgens mij niks op. Maar ik loop toch even naar de sloot en dan ga ik hem eventjes nakijken wat het nou wel is. Kijken of er wel wat op staat. Hier al lijkt wel een soort van werkje op te staan, maar ik heb het nog nooit gezien. Nou, schoongemaakt, werkelijk nog steeds geen idee wat het is. Als jullie het wel weten, laat het alsjeblieft hier beneden in de comments even achter. En dat kan je gelijk doen als je even op de abonneerknop drukt. Dus dat is 1 seconde werk. Ik ben heel nieuwsgierig. Weet je wat het zo moeilijk maakt, dit veld? Het is opgehoogd. En in die ophoging zit Amsterdamse stort. Maar in die ophoging zit ook blik, vuil en allerlei andere dingen. Dus je bent gewoon heel veel aan het graven en dan heb je gewoon heel veel niks. En dan in één keer heb je een groot blokgewicht met een stempel erop met het wapen van Amsterdam. Ja, en dat is dan wel weer heel erg leuk. Het is trouwens zo'n knoepert van een gewicht. En hier ook zit het wapen van Amsterdam. Nou, het duurde even, maar daar is mijn eerste muntje. Geen idee wat het is. Het zou wel gewoon een stuiver kunnen zijn zelfs. Ik loop hier al een heel tijdje over die berg heen te struinen. Met de metaaldetector en de pinpointer. Nou, ik heb een muurhaak. Dat dan weer wel. En een stukje van een, centimeter. Een meetlintje. Stukjes pot kom je tegen. Stukjes bot kom je tegen. Doppen. Maar echt heel bijzondere dingen niet. Dus... ja, wordt maar weer doorzetten, denk ik. Jawel. Jawel, een musketbal. Hehe. Eindelijk. Jeetje, wat heb ik hard moeten graven en veel gaatjes moeten doen. En af moeten zien voor 1 musketbal. Maar ja, dat hoort ook bij de hobby. Hè? Je weet, als je een nieuwe toestemming hebt, weet je nooit hoeveel er ligt en wat er ligt en hoe oud er ligt. Dat moet je altijd maar afwachten. Dus, hij is zwaar. Flinke jetser. Ik had eigenlijk direct hierheen moeten gaan. En gelijk een leeuwencentje ook erbij. Nou, het is wel zonde. Het is echt een knijter van de munt. Maar er staat niks op. Het is wel een knijter van de munt. Dus het ligt hier wel. En natuurlijk ligt het hier wel. Want ik had net ook... in het gat. Pijpenkoppie. En als de pijpenkopjes leggen, dan moet de rest er ook wel bij leggen. En dan had ik nog een dingetje. Die heb ik hier neergelegd. Een soort handvat. Van hout.
met iets van koper erin, maar het is helemaal kapot. Dus ik breek het er even uit. En zo zie je dus dat als je soms iets vindt waarvan je niet weet wat het is, klinkt het heel gek, maar dat kan soms zomaar een handvat zijn. Dat was dus zo een handvat. Hout mag terug. Metaal gaat erin. En dan gaat deze uit. En dan wordt het weer tijd voor de wissel. En dan gaat deze aan. En zo wissel ik de hele dag een beetje af. Dat is jammer. Ik haalde hem eruit. En toen brak net het laatste stukje eraf. Dat zag er hetzelfde uit als aan deze kant. En er staat op Bergman. G. Bergman. Dus ik denk dat het een naamplaatje was. G of J. Bergman. Staat erop. Heel dun spul. Breekt zo. Kijk, een soort dekseltje. Uit twee delen. Ja, daar komt wel binnen zo'n schijf. Nou ja. Nou, ik ben wel van de deur knoppen of klinken vandaag. Alhoewel, dit zou twee dingen kunnen zijn, want hij draait rond. Dus misschien dat het ook wel een kar... Nee, dat is het niet. Wat zeggen jullie? Is het een karrewiel? Wat is dit ook profiel op? Ja, het zou wel een wiel kunnen zijn van een autootje. Zeggen jullie het maar. Is het een knop voor de deur of is het een wiel van een karretje? Nou, ik ben echt van de naamkaartjes vandaag. Speed it win. Speed it win. Speed it win. Speed it win. Ik weet het niet, ik moet het nog even opzoeken. Het ziet er niet super oud uit. En aan de andere kant ziet het er wel gewoon heel goed geconserveerd uit. Want dit doe je toch niet meer op een trekker of op een... Nou, ik weet het niet. Nou, het was hem weer. Ik heb ontzettend veel gelopen, ontzettend ver gelopen. Deze dijk duurde heel lang. Maar ja, bracht toch niet het resultaat wat ik gehoopt had. Maar ja, dat weet je natuurlijk pas achteraf. Wat ik wel heb geleerd is hoe deze twee nieuwe machines omgaan met een hele rommelige omgeving. Want er lagen miljoenen blikjes, dopjes, rommeltjes. En daartussen lag af en toe wat leuks. Ja. Dus ik ben wel lekker bezig geweest. Ik heb super lekker weer gehad. En ik hoop dat jullie dit dan toch nog een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.